Als wij samen gaan winkelen, dan raken mijn man en ik elkaar in een minimum van tijd kwijt. Zodat ik wel eens in gedachten en onbewust een vreemde man te beetpak en tegen hem loop te praten. Urenlang lopen we elkaar te zoeken en zonder de voorgenomen boodschappen keren we naar huis, terug, samen of ieder op eigen gelegenheid. Wat moet ik doen? Ja, tijdens het winkelen in verstrooidheid een vreemde man beetpakken is natuurlijk ongebruikelijk. Het is zo zeldzaam dat ik ook van verlangen vervuld ben u eens te ontmoeten in die speciale wijk waar u aan die verstrooidheid leidt. Ik leid er namelijk ook en ik heb er erg veel last van. Vooral als een vrouw mooi is, heb ik met een verschrikkelijke verstrooidheid te kampen. Het duurt soms uren voordat ik mijn vergissing inzie. Oom Frits had er jaren voor nodig. Hij liep maar door. Een keer heeft hij met een vreemde vrouw een reis naar Madrid gemaakt en daar een zomerhuisje gehuurd. Hij kon niet helpen, want hij dacht dat het zijn eigen vrouw was. Mijn tante liet het er niet bij zitten. Na 3 maanden vond ze dan uit dat hij in Madrid zat. Toen vloog ze met de KLM erheen en begon daar als een razende te winkelen. En ja hoor, daar kwam ze oom Frits tegen, die was ook aan het winkelen. En laat hij nou in zijn verstrooidheid haar beetpakken. En ze vroeg hem, ga je mee naar Holland? Hé, hey, zei mijn oom, daar ben je nou 3 maanden lang op tegen geweest. Ja, zei mijn tante, maar nou ben ik er weer voor. En zo gingen ze dan samen terug naar Bussum en mijn oom heeft nooit geweten hoe dat zat. Soms bekeek hij het fotoalbum en dan zei hij, ik vind je eigenlijk veel leuker dan toen. En dan kregen we allemaal een koekje van tante, want dat vond ze heerlijk om te horen. Ze is wel eerder gestorven dan oom Frits, bij jij. En dat heeft hij ook nooit in de gaten gehad. Dus, hij was juist die dag aan het winkelen. En hij is heel blij met dat thuisgekomen.